Wie bepaalt dat jij nu deze video ziet? Dat doe jij zelf. Aan de hand van jouw social media gedrag bepalen algoritmes wat er moet worden getoond op jouw tijdlijn. Op die manier houden ze verborgen wat niet past bij jouw acties of interesses. Dat noemen we een filterbubbel. Op zich is het fijn dat je oneindig kunt scrollen door content waar je zelf goed op gaat. Als je kattenfilmpjes heel irritant vindt, wil je dat niet continu op je tijdlijn terugzien. Maar als alles wat niet in jouw straatje valt buiten beeld wordt gehouden, geeft dat wel een heel beperkt idee van de wereld om je heen. Of dat problematisch is, kan een interessant onderwerp zijn om vanuit de wetenschap te bekijken. Psychologen zullen benadrukken dat filterbubbels inspelen op menselijke neigingen om vooral op informatie te focussen die onze eigen ideeën bevestigen. Juristen zullen juist kijken in hoeverre filterbubbels informatievrijheid en andere grondrechten aantasten. En tegelijkertijd is het voor economen heel interessant om te kijken naar de verdienmodellen van social media bedrijven. En wat te denken van sociologen, filosofen en mediawetenschappers. Allen hebben ze een eigen kijk op dit soort maatschappelijke vraagstukken. Maar lossen ze het ook op zonder elkaar? Waarschijnlijk niet. Want complexe uitdagingen vereisen samenwerking om tot goede oplossingen te komen. Tijdens de Bachelor Liberal Arts and Sciences bij het University College aan Erasmus Universiteit Rotterdam leer je maatschappelijke problemen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Jouw vermogen om te denken buiten de kaders van één vakgebied zorgt ervoor dat je eruit springt tussen de specialisten. Dus zie jij jezelf als econoom, maar ben je ook geïnteresseerd in cultuur? Wil je arts worden, maar ook meer leren over rechten? Of heb je interesse in een andere combinatie? Dan is dit de studie voor jou.